Hey, goedemiddag allemaal. Vandaag willen we jullie graag terug een workout geven die je kan doen met zoon of dochter. Ik heb mijn dochter Sam bij als bevallige assistente. Heb je er een beetje zin in, Sam? Ja. Ik denk dat dat een ja was. Als jullie willen meedoen, met heel veel plezier. We starten met 3 opwarmingsoefeningetjes, dan een hoofdprogrammaatje en dan nog een stretchoefening. Oké, we gaan eraan beginnen. Kom, Sam. We starten met skaten, dus we gaan zijwaarts springen, klappen we in de handen en dan weer terug. Ja, goed, en klappen. Andere kant, ja. Ha, tik. Goed zo. Niet gemakkelijk, hè? Tikken. Goed, yes. En nog. Dan doen we nog 6. 1, 2, 3. Goed springen, hè? 4, 5, 6. Volgende om op te warmen is knieën heffen, skipping. Dus we gaan telkens een volledig rondje rond elkaar doen. Eén iemand begint. Begin jij samen? Ja. Doe maar. Achter. Doe maar een rondje tot van achter. Goed. Dan geef je een rondje rond haar. Ja, en dan je het terug rond mij. Doe maar. Blijf de knieën goed heffen, heel de tijd. Tot achter. Geef me rond haar. Ja, goed, doe maar stap. Oké. Goed, de knieën blijven heffen. En tot achter mij. Goed, goed, goed. En de laatste keer. En stop. Goed, kom maar eens. Je mag hier komen staan. Laatste oefening om op te warmen. Je bent toch nog niet moe? Ja. Oei. Ruggen naar elkaar. En dan gaan we draaien en de handen tikken. 2. 3, goed draaien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, we gaan tot 20, 13, 14, 15, 16, mooi gezicht, kijk jij, 17, 18 nog 2 keer, 19, 20, goed. Nu zijn we al een klein beetje opgewarmd. Volgende oefening. Je mag gaan liggen op de rug. Maar liggen, benen zijn geplooid. Ja. Dan gaan we afwisselend. De benen strekken boven en onder elkaar. Dus ik begin beneden. Goed. Nu jij beneden. Uitstrekken de benen. Ja. Onder. Goed. En boven. Oh, goed. Nu terug. Jij boven staan. Iets hoger. Ja, en terug. Zie je, zijn we goed de buikspieren aan het gebruiken? Goed strekken, Sam. Goed strekken. Alleen nog 3 keer. Hoog, jij hoog. 1. Laag jij. 2. Nog 1 keer hoog strekken. En 3. Goed zo. Oké. Sam, heb jij een balletje voor mij? Ja. Oké, ga die maar. De volgende oefening is een bridge oefening, dat is voor de achterkant van de spieren vooral. De bilspieren en de hamstring. Ja, jij mag beginnen. Dus we gaan op de rug liggen, benen geplooid. Ja, doe maar mee, het zal me zo liggen dat ik iets beter kan zien. Dus je gaat de bal onderdoor aan mij geven. Ja, kom maar. Dus je heft hem, je bekken naar boven, je heft de bal over je heen en je rolt hem terug. Ja, doe maar, maar eerst over jou. Ja. Bekken heffen. Moet je bekken wat hoger heffen, Sam? Ja, zo. En onderdoor. Jawel, kijk maar. Goed, en onderdoor. Zo, kijk, boven mij. Onder. Goed. We doen nog 3 keer. 1. Oei, de bal is weg. Bekken goed naar boven blijven heffen. 2. Kom aan, nog eentje. Ja. Zo, en onderdoor. Goed zo. Dan gaan we de andere kant ook doen. En dan mag jij, mag jij een beetje opschuiven. Oei, had ik het eerst hier verkeerd gedaan? Niet zo ver opschuiven. Zo gaan liggen, dat is goed. Oké, bekken heffen. En onderdoor. Rollen. Ja. Helemaal meer rollen, goed. Moeten zien dat we nog in beeld zijn, Sam. Goed. Ja, dat is goed. Over, onder. En je bekken goed hoog houden, doe maar. We doen er nog 5. 1. Tel je mee.
3. Oei. Tijd dat terug school is dan. 2, dat is 3. Ik mag de bal goed je bekken naar boven blijven duwen. 4. En de laatste moest voor jou. Oké. Goed. Dan. Ga maar terug liggen, Sam. Terug liggen. Ja. Nu ga je recht komen en we gaan de handen tikken. Dus terug een buikspier oefening. Kijk goed naar mij. Zo. En dan gaan we recht en dan gaan we de handen tikken. Ja, we kunnen zonder bal doen. Doe maar. Oké, dus op de rug gaan liggen. Ga maar liggen. En samen tikken hier. Ja, 1. We gaan dat 10 keer doen. Terug plat liggen. En 2. Goed, kom aan, nog. En 3. Zal ik op jouw voeten gaan staan? Dan is het iets gemakkelijker voor jou. 4. Kom op, hè. Op. 5. Waar zijn die buikspieren? Ja. 6. Nog 4 keer. Ja. 1. Oh nee. 2. 2. Ja, snel trein. 3. 4. Oké. 10 in totaal. Heel goed. Kom maar recht staan. Dit is een heel zware voor je benen. Kom eens recht staan. Oké, dus we doen een uitvalspas. En dan gaan we tikken. Ik ga een beetje naar achter staan. Ja, oké. Welk been ga jij beginnen? Dat been? Oké, goed. Doe maar. Andere been. Andere been. Ja, en tikken. 1. Andere kant. 2. Goed diep, hè. 3. Kom. 4. Nog. 5. Goed zo. 6. Ja. 7. 8. Nog 2 keer. Goed diep, recht door. 9. En nog eentje. 10. Oké. 10 mensen. Hey, ben je al moe? We gaan even een stretchoefening doen. En dan de laatste. Ja. Ga maar zitten. Benen open. Een beetje cooling down, dus we gaan de benen nog even stretchen. Dat we de spieren even terug tot rust gaan brengen. Dus je mag mijn handen geven. Ga maar liggen. Ja. En dan goed trekken. Oh ja, ik voel het al goed trekken aan mijn bovenbeen. En dan wisselen. Oei, voel je het ook al gek? Amai, ik kan nu nog plat liggen. Aan je onderbenen. Ja, goed zo. Goed. Ja. We doen nog 3 keer. 1. Ja, trek maar. 2. En nog 1 keer. Oh my, dat trek goed zeg. Ja. Oké. Okay. Dat voelt het beste. Goed gedaan, Sammy. Hey, we zijn al klaar. Dat ging snel, hè. Maar jullie thuis mogen dan nog 2 tot 3 keer herhalen. Dus dit circuitje, rustig nog eens 2 keer herhalen als het lukt. De kinderen zijn lekker moe dan en gaan heerlijk hun bed in. Of niet. Dankjewel, dag.